Dat is eigenlijk voor mensen hier de eerste keer, ja. Dat is eigenlijk balans, ja. Het is simpel, ja. Maar dat is balans, toch? Dat is makkelijk, maar niet makkelijk, ja. Het is balans van onze hersen. Het is recht en links hersen is balans, ya. Itu jadi balance ya, otak kiri dan otak kanan seperti apa. Nah, sekarang mungkin udah waktunya dan Wahanu beginin. Halo Kak Imel, Kak Imel. Oke, okay, noch ein keer, Kak Imel. Ya, yeah, this here the name is Imel ya. Dus Yuli kunepinen at email. And email is Vana Mari Masuk Club, that is the Indonesian club, in Buurthuiskamer in Zoutenhoorn. Zoutenhoorn is in Groningen, ya, provincie. And dus, ya, we gaan begin, kita akan mulai. Kak Email juga praat Indonesia ook. Ya. Dus, nu we gaan begin. Kak Email, silahkan. Ya, unmute. Ya, je moet unmute jezelf. Ik heb unmute. Ja, yeah, oké. Okay. Ja. Hallo allemaal. Ja. Welkom op de online workshop Pasteitjes maken. Selamat semuanya. Een online workshop bikin pastel. Nou, zij is zodra ze die kan bahan. Ik heb alles al klaargelegd. En wat wij nodig hebben, kunt u misschien hier zien. Saya sudah terletak di sini di atas minimarket, tapi saya tidak tahu apa bisa lihat. We hebben nodig bawang merah, een ui, bawang putih tiga, drie knoflook, magi. We hebben nodig lada, dat is peper. Selderi, daun selderi yang sudah kering, tapi bisa yang fresh juga boleh. Je hebt ook, dit is selderi, maar je mag ook vers gebruiken. Ik heb gedroogde. Dan heb ik nog dopertjes. Dat is kacang polong, peas. Ja. Dan perlu wortel. Tapi juga ada yang sudah, ada yang kecil-kecil di dalam freezer. Tapi juga bisa pakai yang besar, nggak apa-apa. Ya, yang penting wortel, ja. Dus ik heb klein wortel, je kunt winterpeen, je kunt waspeentjes gebruiken, geeft niks. Terus, apalagi, ketchup manis. Ja, saya pakai ABC, tapi Tijn juga bisa. Ik gebruik ABC ketchup, dus wat dikker, wat stroperig. Maar andere ketchup kan je ook gebruiken, dus de zoete variant. Hè? Dan hebben we nog nodig laksa. En laksa, dat is Chinese vermicelli. Ja, ik heb een grote verpakking. Maar je hebt ook kleinere verpakking te koop bij de Albert Heijn. Ada yang kecil juga, kan saya punya yang besar, beli di toko. Deze heb ik bij de toko gekocht. Maar tapi bisa beli di supermarket, ada yang kecil di Belanda. Dan hebben we nog nodig minyak, ya. Minyak untuk goreng. Dat is dus zonnebloemolie om straks in te bakken. En eventueel zout voor smaak nog. Hè. Bisa tambah garam sedikit, kalau rasa sedikit pak. Oké, okay, ini buat dia punya isinya, ya. Dus dit is voor de vulling en straks dan doen wij de vulling in het deeg, ya. En dan gebruik ik bladerdeeg. Saya sebentar isi dia punya isinya di dalam puff pastry. Karena kalau mau bikin terigu sendiri kerja banyak. Jadi saya pakai puff pastry yang sudah di dalam deep freeze. Nanti saya keluarin sebentar. Tapi karena kalau keluar terlalu tempo dia akan melekat di tangannya. Ik heb de bladerdeeg heb ik nog eerst in de diepvries gehouden. Omdat als je dat te vroeg eruit gaat halen, dan ga je het vullen en dan gaat het plakken aan je handen. Dus dat doen we straks. En wat we ook nodig hebben, is ei voor eroverheen straks. Ja, dus zijn ze daar telor, zijn ze daar kocok sekali, untuk sebentar, kalau sudah isi dia punya isi, di dalam adonnya, terus nanti buat di atas, ya. Oké, okay, let's get started. We gaan beginnen. Oh ja, ik nog even één ding was bijna vergeten. Kalemau, wat voor degenen die willen, bisa pakai cabai rawit juga ya, spijt pedes pedes sedikit. Voor degenen die een beetje voor pittig houden, die kunnen wel een pepertje, een echte rode peper gebruiken, ja. Maar dat is up to you, ja. Goed, wij hebben een pan, zie je kan pantje.
Ik heb al een klein beetje olie in gedaan. Dus die heb ik een pandje dengan minyak. Dan doen we even een klein beetje olie toch nog erbij. Ja, dan nyalakan kan dit in de api. Gaan we het even het vuur even aandoen. Oh ja, en natuurlijk hebben we ook nog dagim nodig, ja? Gehakt. Saya pakai daging cincang. Di sini ik gebruik rundvlees dari daging sapi, ya. Jadi saya pakai 300 gram, dus ongeveer 300 gram. Dus nanti bisa taxeer kalau mau 500 gram juga boleh. Dus dat is up to you. Dus het is gewoon wat je zelf hoeveel je zelf denkt nodig te hebben. Ik heb 300 gram gebruikt. Gewoon genoeg voor 3-4 mensen. En dan kan je ongeveer, nou, ik denk 10-12 ongeveer eruit halen uit de bladerdeeg. Kira-kira bisa dapat 12 spoelen atau 12 pastel dari puff pastry, ya. Oké, die zet ik even aan de kant. Saya sedia kan dulu. Ik heb natuurlijk een pan pakken. Saya sudah potong dia punya bawang merah, sudah duluan. Dus ik heb de uitjes al volgesneden. Dus dat doe je dan als het olie warm is, dan doe je dat in de pan. Dus kalau dia punya minyak sudah panas, terus masukin dia punya bawang merah ya. Oke. Okay. Nah, dan gaan we het even omwisselen. Ya, saya yang dia punya pancet terlalu tinggi ya, kalau nggak bisa lihat, maar ik neem aan dat u dat wel kunt zien. Het is jammer dat die pan zo hoog is, anders kun je het zien. Zo. Oke. Okay. Ik heb mijn bal putih, zei jullie zodat die potong alus-alus. Ik heb de knoflook ook heel fijn gesneden van tevoren. Die doen we straks erbij als die ui glazig zijn, ja? Hallo, die heb mijn bal zodat ze dit merah. Zei het dan bij een, die heb mijn bal putih, oké? Okay? En eventjes nog even roeren. Campur dulu, die punya bal. Ja, oké, even. Ja, saya nggak bisa cium harum ya. Jammer dat je die geur niet kan ruiken. Hè? En de ui. Oké. Okay. Dan pakken we de knoflook erbij. Dan doen wij de knoflook erbij. Hè? Dan pakken we weer manpoetie. Oké. Okay. Nou, champignon. Gaan we even de ui en de knoflook. Dat dat zo wat bruin geworden. En dit kun je balmeren, dan goed die doen met een chocolade. Niet te lalo chocolade, dat is naar ons. We kijken naar het vuur, af en toe niet te lalo tingi. Sedan, het vuur ook niet te hoog. Anders brandt de ui en knoflook snel aan. En alles in de Indonesische keuken is op gevoel. Hè? Dus alles een beetje proeven. Als je bijvoorbeeld, in de Nederlandse keuken is vaak theelepeltjes van dit, zoveel gram. Die Indonesië, ik zei het tadi bilang, wordt... viewers yang berani kalau orang Indonesia masa pakai persen ya, terus pakai sedikit ini sedikit ini, tapi Belanda biasa pakai gram ya, berapa sendok makan gini. Tapi saya coba buat orang Belanda juga kira-kira berapa sendok ya. Nah, tapi punya bawangnya sudah sedikit merah, saya tambah dia punya daging ya. Dan ga ik nu het gehakt erbij doen ya. Dan doe ik die erbij. Dan gaan we die even goed mengen. Een beetje dicht. Nou, die vlees moet goed vermengd worden met de ui en de knoflook. Ik heb hier daging, champur, de poel, die moet in je panputi, bambera. Dan goed omroeren en die duurt nog even. En dan lacht je, dan moet je de champur in de poel. Ja, was er maar geur TV, hè? En dan staat het jongen in Harry. Oh, vergeet ik wat. Jelly Pasatu. Dit punya magi. Kan ook even erin doen. Dat was eigenlijk na de ui en de knoflook eerst de magi en dan het gehakt. Dit punya magi dulu, waarom dit punya gehakt. Loop uit, maak ja. Dus, nou geeft niks. Ik doe gewoon een halve magi blok. Magi stengen. En dus met daar rasa kalau dit punya daging sudah selesai. Bisa rasa ya, kalau ada kurang apa nih, bisa tambah garam sedikit ya. Dus dan gaan we nu even de gehakt even goed rullen. Zo amper te campur. Als je sedikit. Ja, eventjes. Terwijl die vlees gaat rullen,
Dit punya laksa, dat is nogal een dingetje. Want die laksa, die moet je eigenlijk uit de verpakking halen. Ik gloor in dat dit punya zak. En dan moet je gaan knippen. Ja, dat is nogal rotte, dus die punya dit punya laksa, ja. Dus dat knipje, het is best wel taai om er doorheen te gaan. En als je dat hebt geknipt, dan doe je in kleine stukjes. Als je dat doet, ja, dan kun je lachen. Rond een beetje chill. Maar kira kira, na een handvol ongeveer. Staat het dan in de boek kira kira. Ik pak ze maar even. Is het bihun of bihun? Niet bihun, ja. Bihun. Nee, dan doe je die boentje. Dan mag je air panas, ja. Dus een goed gekookt water of heet water. Dan kan het even wellen. Spijt is er dan dit punya laksa. Spijt is er een keer een bij. Dan het kan het kras. Dus pak even een potje. Om het even goed in te, naar beneden te drukken. Zo. Ja, kan niet even wellen. Nou, ga ik ondertussen even kijken naar het vlees. Het begint al aardig al bruin te worden. Kijk, hij doet het bij de dat is naar papa. Wortelnya, sebelumnya, potong, ya, ini punya apa nih kulitnya, dus even goed schoonmaken. Dan kita parut ya, pakai parutan, saya parutakan sampai kecil, dus die heb ik ook al gedaan van tevoren. Kijk, saya sudah sediakan semua. En dat ga je dan dus ook straks hierin doen, wanneer het vlees gaar is. Ja? Dat was ik bijna net vergeten, dus dat gaan we ook klaarmaken, omdat ik dat alles al klaar heb, van tevoren heb gemaakt. Vergeet ik dat bij te vermelden. Dus eerst even de ingrediënten klaarmaken. Dus de wortel, sebelumnya, parut akan dulu, kalau sudah sedia. Dan sebentar, kalau dagingnya sudah selesai, kita tambahin dit punya wortel, ya. Nou, bijna klaar. Het duurt altijd even met het vlees. Het moet goed garen, het moet niet zijn dat het nog rauw is. Ja, want dat moeten we ook niet hebben. Dus daarom goed even losmaken. Dit punya daging cincang, dus die opnieuw betul. Perlu waktu ya untuk dia punya daging namanya sampai akan masih mentah. Ya, sedikit-sedikit lagi. Sudah hampir, sudah banyak. Oke. Nah, dan kunnen we zo de wortel erbij doen, ya. Kita tambahin dia punya wortel. Nah, dan gaan we die erbij doen. Zo. Nou, campur. Gaan we die even doorheen. En de wortel doorheen doen. Zo. Dan straks wel even laten zien hoor, de vulling. Want dus daar zei ik, toen ik van jou niet zien mij. Oké. Nou, ik kan het zoals ik zei. Van jou wortel, zodat er campur. Als die wortel al goed is opgenomen met het vlees. Dan gaan we. Oké, dan doen we een beetje ketchup. Ik heb hier nog een oude fles staan. Maken we die eerst even nog op. Okay, dan doen we een klein beetje ongeveer. Kira kira. Satu sendok makan. Dan doe je ongeveer anderhalf. Een eetlepel, ja? Ongeveer. Maar niet hoe groot of het gat is. Oké, dan gaan we die erbij doen. Een beetje. Als je daar bisa rasa, ja, kan wel kurang ketchup, bisa tamak ketchup. Kijk, straks kun je nog proeven als er nog wat ontbreekt. Dan kun je altijd nog een beetje ketchup bij doen. Oké. Dat is klaar. Dan gaan we nu straks de peas, dit punya kacang polong, doen we erbij. Ja, dan gaan we dus ook doorheen doen. Poketjes. Nou, die gaan we dan doorheen husselen. Oké. Als dat klaar is, dan doen we een beetje peper, lada. Ik op smaak, ongeveer. Nou, een paar tikjes. 2, 3. Ongeveer. Ook straks weer proeven. Zodat daar rasa lagi. Gaat het goed aan. Ook een beetje de pepersmaak proeven. Een beetje zoet. Een beetje wat zouter. Nog hartig, zeg maar. Ja?
Even aan de kant. En dan doen we daarna nog de celeryblad. Als finishing touch, zeg maar. Als laatste strafje. Dit kun je appen. Celery. Ongeveer op taxeren. Mag best wel wat celery erin. Dan pakken we even een C, een papisan. En dan gewoon een lepel eieren. Ja. Het water even wegdoen. Kijk, als je het ziet, dan is die laksa van daarnet, wat nog hard is, dat is nu wat zacht. Het zijn gewoon wat sliertjes geworden, zeg maar. Ja? Daarna kan ze dan een bed. Dat dan mag je dit doen naar laksa. Zo. Nou, dan kunnen we dat gewoon samen gaan voegen. Oké. Okay. Nou, ik kan jullie wel even laten zien. Je kunt dat voor mij. Dan zei ik, toen jullie in de piscina. Dit is ongeveer de vulling, zeg maar. Dat is ongeveer dit kun je zien, ja. Dan weer dan in, even een beetje afkoelen, weer in dien ze die kiet. Ja, dat is een beetje te veel olie, maar goed, dat kan de volgende keer. Zetten we die even aan de kant. Ja. Oké. Nou, ze hebben het best wel hè, snel klaar. Het is alleen inderdaad, het vlees moet goed gaan. Dus op tonja die kun je, bikini kun je isinya, gampa. Cuma die kun je daging, harus apni betul ya, campur betul yang sampai kan masih bentar. Oké, dan gaan we nu een blokje pakken. Het is nu nog warm, maar ik heb nog andere... Ik heb zelf nog de vulling al gemaakt, die heb ik al klaar. Die is al afgekoeld. Dan ga ik nu even de puff pastry even uit de koelkast diepvries halen. Zij aan de lipoña puff pastry, ja? Ik kom zo weer terug. Jadi tadi ada beberapa bahan yang memang kalau di Belanda udah jadi kayak bladerdeg itu. Bladerdeg itu namanya apa ya di Indonesia tuh. Jadi udah tepung pastrinya itu udah jadi gitu. Tadi lagi bikin isinya. Terus ini ada pertanyaan tambahan bumbu khas Nederland ada nggak Kak Imel? Imel, dat is een vraag van Mariam van Bekasi, Indonesia. Nederland smak met kaas of what is it? Ada tambahan orang Belanda suka ada ditambahkan nggak pastel Belanda gitu? Perbedaan dengan bisa, Indonesia kan? Kalau di Belanda. Bisa, kalau mau, mungkin sudah pernah orang bikin, tapi saya belum tahu ada yang pernah bikin sama keju, tapi boleh kalau mau, bisa tambahin kaas, roasted kaas, kayak keju yang sudah diparut, bisa tambahin di dalam, dia punya adonannya, isinya, jadi akan melt, dia akan meleleh, supaya akan bisa tercampur, ya, .com, bisa. Tapi bisa juga mereka bikin hanya isi keju di dalam dia punya pastry, tapi itu bukan pakai dia punya, dat is gewoon een gevulde bladerdeeg dan, hè? Dat is dan met kaas, itu pakai keju di dalam ini terus isi dalam oven. Ya, dat is echt typisch buat orang Belanda, cuma pakai keju isi di dalam. Ja, was dat de vraag? Zijn er nog meer vragen? Ja, dat is de vraag. Tot nu dat is de vraag. Hier is ook Liana, ini Kak Liana van Jakarta. Zij is ook hobby met baking ya. Oh, nanti Kak Liana nice. Kan ook delen ya. Nanti bisa Kak Liana sharing nih cerita. Oké, okay, leuk. Ik heb de puff pastry heb ik uit de diepvries gehaald. Zij sudah ambil dia punya puff pastry dari freezer. Akan masih beku. Jadi dia punya apni ada di dalam doos. Saya pas keluarin satu atau dua dulu, kenapa? Oke, ya. Oke. Karena kalau pas keluar semuanya,
dia punya ruangan panas akan cepat meleleh, dia akan melekat di tangan. Jadi yang lain isi kembali di dalam freezer atau dalam kulkas supaya kan jangan on freeze. Saya pulangin ini dulu di dalam. Wat we nodig hebben, kami perlu pisau, karena saya sebentar potong dia punya puff pastry segitiga. Dus die bladerdeeg, die ga ik straks in drieën splitsen. Ja? Hij is nu nog hard, dus we wachten nog heel even. Saya sebentar taruh dulu. Rasanya moet je even voelen, als je het al een beetje kan buigen, dan kun je hem doorsnijden. Rasa kalau dia punya puff pastry akan semulai bisa apa? Bisa apniakan. Bisa nanti pakai pisau. Ya, terus masih keras ya. Sekarang masih ya. Sekarang masih keras. Terus rasa ya. Dulu ya, kalau kan kurang keras bisa potong. Saya coba dulu karena kalau potong terlalu tempo akan rusak, ya. Dus als je ook te snel in gaat snijden, dan kan het ook stuk gaan, dan gaat het afbrokkelen. Dus we moeten even op gevoel even kijken, even wachten. Van hey, is het nu al een beetje, dat het wat kan gesneden in kan worden. Dus we moeten even af en toe even geduld hebben. Dat geeft niks. Misschien in de tussentijd zijn er nog vragen. Ada pertanyaan? Sementara dia ada masih buku, saya bisa coba kalau potong. Ya, tot nu is nog niet vragen, belum ada pertanyaan. Nanti kalau ada, saya sampaikan. Is goed. Kijk, ik heb het al gesneden en ik kan hem nu... Kijk, hij is nu al los. Ja, saya tambah dia punya adonan. Ga ik het gewoon even vullen. En dit is eigenlijk alles. Dus dit punya isinya, kalau kan sudah sedikit dingin. Bisa isi dia di dalam dia puff pastry ya, terus tutupnya segitiga, dan ga je hem dichtvouwen, mau bisa lihat, ya, dan punya ujung-ujungnya, ga je de uiteinden even naar elkaar toe, en dan is het eigenlijk zaak dat je ook niet te lang in je hand houdt, want die bladerdeeg die gaat heel snel weer plakken naar je handen, dus het is ook zaak dat je snel, jadi yang terlalu lama di dalam tangan kan tangan panas kan, dan dia punya apa ini beku, jadi kan bisa melekat juga. Jadi dia punya apa ini tutup, so snel mogelijk, sekali mungkin. Kalau sudah tutup, nah, sekali-sekali akan terbuka sedikit, maka papa gepe, dia punya apa ini goed. Aan elkaar drukken, jepit. Nah, kalau sudah selesai akan kurang apa ini, pakai garpu. Saya sudah sedih lihat garpu. Dan tindis dia punya unjung-unjung ke bawah, plat. Seperti gini, saya nanti setuju ya. Kayak. Dia punya unjung-unjungnya pakai garpu ya. Tindis. Oke. Terus pakai apa? Kertas roti. Tapi di atas dia punya di dalam oven, bakplate, dong bilang sini baking plate. Terus taruh dia punya pastry di sini. Terus tadi dia punya telur, ya, di atas dia punya pastry. Terus isinya di dalam oven 200 derajat 15 menit. Dus als je dit al hebt gedaan, dus zeg maar de vulling, dan doe je de ei eroverheen, dan ga je eroverheen strijken. Dan doe je dat in de oven voor 15 minuten op 200 graden. En ik heb alles al klaar. De iron is dioles ya di bladder deegnya itu ya di ya. Ya. Dia punya telur? Ya, dat moet je even onderleggen. Dia punya kertas. Bedoel je dat? Ya, dat onderleggen. Dioles di atas kertas. Oke. Okay. Nah, en de afloop dan krijg ik dus de pasta, dus de pasteitjes. Dus dat zijn ze eigenlijk. Dus het is ongeveer een beetje 15 minuten en dan krijg je een mooie goudbruine kleur aan de bovenkant. Kan een pakje telurnya. Jadi punya apni sedikit kecoklatan dia, jadi pun pastry. Sekali-sekali bisa akan terbuka sedikit, tapi nggak apa-apa. Mungkin akan dia punya apni nggak tutup betul ya, karena melekat. Iya. Yeah. Nggak apa-apa. Yang penting rasanya dia punya smaak ya, the flavor akan betul ya. Nou, dit is eigenlijk in korte tijd de pastei. Jadi ini dia punya
bikin pastel, gampang aja. Tapi perlu, ik heb nu snel gedaan. Maar als je gewoon de tijd neemt met veel liefde en veel geduld, dan gaat het lekker smaken. Kalau ada sabar dengan penuh kasih, dia punya apa nih, rasa enak. Selamat menikmati dan selamat mencoba. Veel succes! Terima kasih, Kak Imel. Itu kelihatannya kok gampang ya. Makelek ya, Maren. Isi makelek, Kak Imel. Ya, kalau pakai puff paste memang gampang, tapi kalau saya sekali-sekali juga bikin sendiri, dia punya terigu, tapi itu perlu waktu ya. Ya, apa nih, campur betul dengan dia mesti apa nih, rolling dia punya pastry, jadi banyak kerja, jadi ini lebih gampang. Buat anak-anak muda juga sekarang kalau ada waktu dengan kerja gitu mau bikin snack, nah ini dia punya cara buat cepat buat kalau teman-teman datang atau mau gitu, this isn't a fast snack to make. Gitu ya. Zitten altijd pastages in Nederland, drie hoekje. Waarom of? Nou, meestal heb je ook wel wat ik al zei, hè, van dat is vaak dat je dat in een driehoek ziet, maar je kunt ook gewoon pakken. Dit punya. Even kijken hoor. Jadi saya lagi bertanya, itu kalau di Belanda selalu bentuknya segitiga. Nah, kalau kita macam-macam ya, gitu. Ya, ini juga bisa beli di Belanda. Jadi ada juga sekarang yang bisa yang beli seperti gini, cuma ceplak gitu aja. Jadi dia punya, ya tuh, gitu, ada yang kecil, ada yang besar, ini yang sedang. Jadi dia punya, apa nih, ada macam-macam. Ini juga bisa dipakai buat kalau mau yang segini, bisa pakai ini juga. Dus dit kan je ook gebruiken in plaats van met de vork in een driehoek. Dit kan ook hoor. Dus dat wordt ook gebruikt. Dus het hoeft niet per se in een driehoek hoor. Jadi nggak usah, kalau nggak mau yang segitiga, bisa pakai yang ini juga. Seperti panada ya. Oh, panada ya. Hampir sama seperti panada kan, dia punya apa nih kan. Kalau isinya pakai, kalau mau pakai bikin ya. That is what my bladder deh, of niet the met de spullen yang itu. Deze? Ja. Deze kan je ook met bladerdeeg doen. Maar dan moet je wel zorgen, kalau mau pakai puff pastry, jangan lupa terigu sedikit ya, een beetje meal hierop. Kalau enggak melekat ya, akan terbuka rusak nanti. Dus pakai dia punya terigu sedikit, supaya agar yang melekat. Dus dan moet je wel snel werken, want inderdaad, als je kunt proberen inderdaad als het wat is minder bevroren is. Lengkap, ja toch? En dat je dat dan gaat gebruiken dan heb je één grote, zeg maar. Maar hier kan je, als ik deze gebruik, dan kan ik twee uithalen. En dan doe je zo'n grote, kan je er maar één uithalen. Kalau bikin sedetiga, bisa ambil dua dari puff pastry, kalau pak yang ini, hanya dapat satu. Ya, dus kalau pakai yang kalau segitiga dapat banyak gitu. Snap ya? Dus dat is Dus ook lebih hemat. Itu mesti belajar dari orang Belanda soal hemat. Mereka pinter. Jadi bentuk itu aja nggak dibuang-buang tuh tengahnya ya. Biasanya kan kita bikinnya setengah lingkaran ya. Mereka bikin segitiga supaya nggak ada yang dibuang. Ya, dan dapat banyak ya. Dapat banyak. Tuh. Jadi lebih hemat, nggak dibuang-buang. Itu dia. Orang Belanda pintar tuh di situ buat menghemat. Jadi kita belajar di situ. That is saya tidak pernah berpikir gitu. That is drihuk, warom drihuk. Oh ya, that is mira. Karena dia punya apa nih? Vier hoek ya, untuk besaran. Jadi kalau sekali-sekali juga bisa door the helft, bisa juga bagi dua. Bisa juga, vierkantje sama aja, bisa dapat nog meer. Dus dat, rasa tetap sama, cuma sama, form ya. Is skillen, bisa langsung beli. Ya aja yang beda. Ya, ada juga yang kreatif, dan dia punya puff pastry, nah dat is andere. Itu yang lain, tapi ada di lingkaran yang bagus, di ini, maar het gaat om de inhoud, smaaknya, taste-nya sama kan. Dus
Ya, yeah. Iman Frahan, ada pertanyaan nggak? Atau ada mau sharing mungkin Kaliana yang suka masak di sini atau yang pengen tahu Kak Mariam yang senang-senang ini atau mungkin input buat Kak Imel di Belanda for a new recipe dan find out Indonesia ada new recipe kali dari jadi buat Kak Imel ditambah ini gitu mungkin kali ada yang masak-masak. Halo Kak. Ya, halo. Tuh Kak Mariam, fun out Bekasi. Oh. Apa tadi tuh sebenarnya nungguin Kak, apa namanya ini digoreng, ternyata dibakar ya. Karena ngelihat ada telur tadi kan diolesin itu. Ya. Ternyata dibakar baru enggak itu ternyata. Ya. Dan itu pastrinya langsung jadi ada ya di Belanda malah. Maria malah kita di sini kayaknya belum tahu tuh Kak, ada nggak ya kayak ada, ya? Langsung jadi begitu kan? Kita kan harus bikin dulu dari tepung, terus adonannya gitu ya. Iya, ya, makanya saya juga nggak tahu apakah ada dia punya puff pastry belum, ada di Indonesia. Belum tahu, kalau di sini belum tahu Kak. Nggak ada ya? Mm-mm. Belum ada ya, saya belum, juga belum pernah. Belum maksudnya, belum, tapi belum. Mungkin ada kali ya. Makasih Kak Imel. Ya? Kali di Jakarta mungkin ada di mall atau di di mall. Iya, ada enggak tuh Kaliana? Ada enggak yang udah jadi gitu Kaliana? Blader deh gitu. Pastry-nya gitu. Ada, Kak. Oh, ada. Ada. Oh, ada. Wah, tahu, Kak. Ada, Kak. Cari-cari. Dicari di toko online store juga ada ya puff pastry sih, puff pastry. Iya. Jadi nanti ya. Memang benar kalau Fashion Pastel Alzi ya. Yeah. Ya, Kak Imel, silakan. Memang benar yang kata tadi bilang, kata dia punya pastel biasa ini digoreng, tapi karena di sini juga ada kesempatan untuk pakai puff pastry, jadi gampangin isi di dalam oven-nya, jadi cuma 15 menit kan sudah bisa dibakar ya. Gampang. Amir Khazon ya. Ya, oven ya, zonder oli lebih sehat kalau dipanggang tidak pakai minyak. Terus mudah-mudahan bisa coba di kalau ada dapat puff pastry silahkan coba. Bisa ada ya. Jadi sekarang udah tahu di mungkin ada tempat-tempat yang dijual online atau di mana. Nah, coba cari kalau ada dapat bisa coba supaya mudah-mudahan supaya dapat jadi. Oke, Nochen Frah ya. Ini laksa van Ibu Tuti van Jakarta. Ya. Laksa is a mihun. It is a bihun of mihun or mihun of soun. Soun mihun sama ya. Ya, oke. Ya, ini saya, di Belanda jualin seperti gini, jadi saya tidak tahu ada di Indonesia ada apa, tapi laksa ini Belanda ini ya yang saya sering pakai. Orang Indonesia di mana pakai ini. Tetap sama saya suhu juga. Yeah. Oke. Okay. Oh iya. We have an old participant fun out Switzerland loh. Genève. Wow. Yeah. Welcome. Halo Kawasi. Welcome. That is Heine Blader deh. In Geneva. Nah. Of online. Mungkin online Kawasi. Oh. Mesti kirim dari Belanda ke Geneva. Iya. Yeah. Ini Belanda kan memang banyak juga ya pastry-pastry begitu ya. Ya. Gitu. Ya, ada yang mau bertanya lagi of aku jadi mix-mix nih. Jadi kalau di bahasa Belanda atau itu off. Jadi off itu atau kalau di bahasa Inggris kan off beda lagi ya. Jadi aku suka mix gitu jadinya. Oh ya, yeah. Het bladerdeeg heb je niet altijd in Indonesië, dus dat was de vraag ook net van of er ook met gewone deeg kan wel, maar dat is veel bewerkelijker. Je kunt het deeg zelf maken, dat wat ik ook altijd doe, maar dan ga je het bakken en dan doe je het niet in de oven. Dat doe je dan met bladerdeeg. Ja. Dus ada pertanyaan lagi? Oké. Okay. Het is echt gezellig, relax, ja, comfy. Ya, saya juga senang, relax sekali. Jika tidak ada pertanyaan, Alsen, Hein, Fraken, maar kan ook later naar Kak Imel kontakten. Ik heb Kak Imel kontak, jadi Alzheimer Indonesia, Freiwilligers, of
anders wil meer informatie gekregen, kan naar mij sturen dan ik stuur naar Dorga, naar email. Jadi kalau ada yang mau informasi nanti bisa kontak kami juga. Atau mau tanya-tanya soal di Belanda kayak apa masaknya, atau tips-tips jadi mix. Saya harapan bisa akan semua jelas buat semua. Mungkin ada yang kurang, maaf ya. Sekutnya kak email ini either month ya, in Verleden tijd for Corona tijd, that is an activiteit Indonesia activiteit do sebatik ke makan and that kayak kita kayak Alzi Nederland ook online nu jadi fun alles ya in the mari masuk ya feel activiteit banyak aktivitas Indonesia ya di mari masuk ke klub and ook met ouderen ya banyak orang tua juga ya campur banyak kan orang tua tapi ada juga separuh anak muda. Separuh orang tua dulu juga atau tinggal di Indonesia, lahir di sana atau ada hubungan dengan Indonesia. Jadi mereka tahu dia punya sejarah dari Indonesia. Atau separuh orang Belanda juga nieuwsgierig, wat is nieuwsgierig? Curious. Pengen tahu, ya, pengen tahu. Pengen tahu tentang Indonesia, latar belakang punya sejarah gitu ya. Jadi ya mereka mau bergabung rame-rame, saya sekali-sekali bikin jajan, bikin minum coffee teh, pisang goreng, atau bikin apa-apa lain gitu tuh, supaya mereka juga rasa suasananya. Jadi hiasi juga batik-batik atau dia punya alat-alat dari Indonesia, sekali-sekali saya juga omong tentang Indonesia, dia punya subjek yang dus Indonesia is er voor iedereen, dus kan iedereen gewoon. Meestal is het ouderen, maar er zijn ook wel wat jongeren. Dus een Indonesische shows in de buurthuiskamer in Zuid-Horen. En daar ben ik vrijwilliger. Zij is sukarela sa di sana ya. Karena saya dulu tugas sebagai pembawaan aktivitas di panti usuhan orang Indonesia, orang Indo Maluku. Jadi saya kepingin bikin aktivitas gitu. Jadi buat house kamar itu kayak kalau di Indonesia tuh apa ya? Kayak pos apa ya namanya yang tempat komunitas gitu, bukan tempat ngumpul itu. Kalau di RT RW social community gitu. Iya, tempat kumpul-kumpul jadi ada acara. Bikin aktivitas lain. Look, that is it. Dus we gaan samenwerken. Dus met Alzi, veel ouderen ook met Indonesische achtergrond is Nederland. Jadi buat kita, buat orang-orang tua yang punya background Indonesia kan rindu ya. Jadi kayak seperti ini, musik, eaten, makanan Indonesia, itu makanan Indonesia udah gak bisa digantiin deh. Itu kefulnya ya, rasanya tuh, udah, mau sampai mana juga. Itu yang dirinduin. Kak Imel, harstik ke Bedang, terima kasih banyak. Sama-sama. Kita foto dulu ya, sebelum. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Jangan pergi dulu. Nee, niet, wat is het, niet verlaten. We gaan foto, ya. Samen foto maken, ya. Aduh, ini senang sekali nih. Gitu. Ya, yang video, yang punya video, tolong di on video an. Video, video. Halo, Kak Diwai. Dus, wow, wow, alles met kijk, Kak Imel, alles met paars, Alzheimer. Purple, ja, ik zie het. Semua pakai purple, ya, bagus. En, en twee, drie, nog een keer, sekali lagi, nah, Okay. Momento. En twee, drie. Pastelnya diliatin dong. Coba pastel. Oh iya, noh and kir foto makan medium pastel. Medium pastel. Iya, benar juga tuh. Benar. Ayo sekali lagi foto, maaf ya. Sekarang foto bersama pastel. Bisa lihat, ya, Kak Imelnya juga dong mukanya. Jauh kesih, een beetje. Nah. En, twee, drie. Nah. Mooi.
Ya, banget. Ya. Oke. Is echt ya, yeah, vandaag is eigenlijk een echt unieke sesi ya yeah, met ya Mr. Cooking Club zeg maar en ik ben ook in de camping en het is er gezellig. Yeah. Dus het is echt gezellig. Relax. Ja, yeah, nice. Relax. Ja, yeah, yeah. Webinar en relax, ya. Oke, terima kasih. Ya, yeah. Oh ya, yeah, panas di Belanda sekarang lagi panas sekali. Panas. Ibu Devianti, Mbak Siti, Kak Tuti, Kak Liana, Novi, Oma, Lalita, Kak Leli, halo Kak Reni, Kak Mike, semua bisa nih. Kak Wasi, Kak Mariam, halo Patricia. Ini iPhone Van Cora, halo Cora, Kak Diwai. Nah, kemudian, ya ini kamu, namanya gak kelihatan nih, Kak, siapa? Kak Randy, kalau gak salah ya. Tadi ya namanya. Oke, okay. Terima kasih banyak. Saya akan menginformasikan Ika Airs Vertellen over the Volcano Stacy, eigenlijk. Ya, Volcano Week. Volcano Week, ya, yeah, Week, wow. Volcano Week, ya, yeah, that is a bit a mere webinar, ya, yeah, zeg maar. Oh. The benefit of music for older adults East Meet West, ya, yeah, and that is head sesi in head Engels, sesinya dalam bahasa Inggris, akan dibawakan oleh Dr. Tania Setiadi, beliau tim science di Alzheimer Indonesia Nederland. Zij is ook in van Alzheimer Indonesia Nederland Science Team. En de moderator is ook onze vrijwilligers, is Nederlander, maar woont in Bali. Dus dokter Eva van der Ploeg, ja. Zij is professor Alzheimer Indonesia Nederland en Alzheimer Bali ook vrijwilligers. Dus ja, beide. Maar ze willen ondersteunen toch wel Alzheimer Indonesia Nederland. Dus moderator is Eva van der Ploeg. Dus ja, hopelijk jullie ook volgende week weer samen hier ya, delen. En ya, terima kasih. Semoga minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih banyak kakak-kakak semua. Later ook in op Facebook and live new. And ook later in YouTube. Ya, wow. Dus ya. Ya kan in the Facebook, ook in YouTube. Oh, yes. Okay. Yes. Thank you, Liwel. Terima kasih banyak ya. Have a nice weekend. A fine weekend. Vakansi ya. Dah. Thank you, Kak. Bisa admit semua untuk kasih terima kasih, Kak Imel. Buat pastelnya luar biasa. Thank you. Pastelnya luar biasa. Oke okay banget. Masaknya. Tanda dong. Coba berlebihan, pikun jangan pikun, pikun jangan.
sedih. Makanya mulai dari sekarang, sadari dan kenali tanda-tandanya. Siap? Waspadalah, waspadalah, waspada, 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 waspada. Ikut jangan, jangan ikut, ikut jangan. Minggu depan, dadah. Dadah.